Oh, we waren al begonnen. Yo gasten, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Dit zijn top 10 lijstje van de 10 giftigste beesten op aarde. Nummer 10, de kogelvis. Dat heb ik wel eens van gehoord. Ze eten dit in Japan en als je het giftige deel eet, ga je dood. Lekker dan. Heer vis te eten en dan... Oké, de giftige kogelvis is een lekker naai. Zo lekker ziet het er niet uit. Japan, de kok moet echt wel heel goed weten wat hij doet, want huid en sommige organen zijn dodelijk voor mensen. Zo hé. En nog antivirus voor mensen. Er is nog een slachtoffer van binnen het 24. Spieren raken verlamd en hart. Wow, yo. Dit is glow in the dark of zo. Pijlgifkikkers. Zien er misschien mooi uit, maar wanneer je deze kikker tegenkomt in Zuid- of Midden-Amerika, pak hem dan niet, zeker niet op. Deze kikker van 5 centimeter heeft genoeg gif om 10 mensen of 20.000 muizen te vermoorden. Wow, yo. Itlan Taipan. Lekkere naam. Ik weet niet hoe ze moeder hem heeft genoemd, maar dat is niet goed. De giftige slang in de wereld is de... Nee, dat is de zwarte mamba volgens mij hoor. Itlan Taipan uit Australië. Met een beet geeft deze slang genoeg gif aan om 100 mensen te vermoorden. Het geeft minimaal 200 keer zo snel als dat van een normale cobra. Oh, het is een cobra. Gelukkig is dit slang schuw en wordt deze bijna nooit waargenomen. Na een beet heb je maximaal 45 minuten om al die stof in te nemen. Dit is eng. Braziliaanse zwerfspin. Ook wel de bananenspin. Staat in Guinness Book of World Records. Met als de giftige spin ter wereld en de meeste menselijke doden. Oké, we gaan snel door. Doei. Ik krijg helemaal de kriebels hier, hè. Steenvis. De giftige vis is waarschijnlijk ook een van de lelijkste dieren. De pijn die je krijgt als je steenvis is een van de ergste zijn die er bestaat. Wanneer hij niet in kleur behandeld wordt, waarvoor kun je stellen? 5 streep schorpioen. De meeste schorpioenen zijn niet heel gevaarlijk voor mensen, slechts lokaal. Wat pijn, maar met 5 streep schorpioen moet je uitkijken. Geen zoveel ongelooflijke pijn, dan hoog kort naar coma, dan verlamming en uiteindelijk de dood. Oh nee. Hapolagalena, wat is dat? Een inktvis, een hele kleine octopus, slechts groter van een golfbal. Achteraf is zo sterk dat een mens kan doden. 26 mensen zelfs binnen enkele minuten. Oké. Waar is het beest? Dit is een steen. Conus marmoreus. Trif van deze auto is een slag. Zo stelt dat een druppeltje genoeg is. 20 mensen te doden? Ze komen voor in warm zoutwater. Er is geen antistof, maar er zijn slechts 30 gevallen bekend van dodelijke mensenslachtoffers. Koningscobra. De grootste giftige slang wel kan wel 5,6 meter worden. Een beet kan gemakkelijk een mens doden. Geef deze slang 3 uur met een olifant en ook deze eraan. Een olifant? Dus dat betekent dat ik... Daar gaan we het niet over hebben. Van andere slangen, maar hij kan wel... What the fuck? Een doos kwam. Deze kwam een goochelaar. Met zijn doos. Snap je? Sinds 1964 zijn er 5567 gevallen bekend van dodelijke ver... Oké, jongens, en ik heb ook nog een, niet een giftige, maar wel een hele lieve diersoort. Echt waar. Dit is mijn liefste diersoort. Mijn lieve hond Lindsay. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zeg ik laters.